4 koplopers en deze mannen zitten op met 20 seconden. We hebben hier een 7-tal die ik schrijf. We hebben bij de dames in ieder geval op kop zitten, dames en heren, Sharon Trinet. De dame die al jaren sterke indrukken achterlaat hier op dit parcours. Als ik op mijn klokje kijk, dames en heren, dan... Dus het kan allemaal hier in Elslo. Kijk eens naar die strakke snoetjes. Ja, we kunnen nog even zwaaien. Ja, dat is mooi. Hier krijgen we onze motorrijder. Hier krijgen we onze motorrijder. En dan gaan we kijken. Laatste ronde voor 72 en 184. Dan kijk ik even naar links of dat klopt. Onder voorbehoud dus. Een 72 zou... Dankjewel. Met de nummer 12. En hij loopt voor de LTPH. Wie gaat het halen? Ja hoor, het is de man met 184. En Michael Tesfahiewicz, die wat eerste wordt. We kijken naar de nummer 2. Daar komt hij aan de binnenkant. Ja hoor, 176. En dat is nummer 12 die daar komt op de derde plaats. Gaan kijken naar de volgende 148. We hebben het gezien, daar is ze hoor. Applaus dames en heren, onze eerste dame, Shannon Trinet. Die hier de overwinning pakt bij de vrouwen. Dan gaan we zo gaan kijken naar de tweede en de derde vrouwtje van hier. 309 is ook binnen, is de tweede dame. En nummer 4 is gearriveerd. 1940 aan de kant. Kom op, hey, 1935. Klasse. Natuurlijk een beetje in de plaats Mechtel, dat is Panhuizen. We hebben de tweede plaats, Marissa Visser. Gaat op het podium, Visser gaat naar tweede plaats. En de winnares bij de vrouwen, 5 kilometer, dames en heren. Hoe kan het ook anders? Bij de 5 kilometer dames won Sharon Trinet in een mooie tijd van 18 minuut 14 voor Melissa Visseren, die als tweede in een tijd van 19:34 eindigde. En de derde plek was voor Mechtild Dakkes. Wow! Super gedaan, super gedaan. Ja.
Daar de plaats. Ja. Heel veel respect. Dankjewel. Moet ik dit kaartje inleggen? Alsjeblieft. Dankjewel. Geef natuurlijk een envelop voor onze hoofdsponsor van de Rekenbank Sylvesterloop Elslo 2018. En dan de winnaar van vandaag is Michael Vesterheert. De Anytime Fitness 5 kilometer werd bij de heren gewonnen door Michael Tesfayet voor Guy Maas en Tackle Andé. En hiermee was alweer een sterk podium een feit. Dan gaan we de handen één keer op elkaar brengen voor ons podium, dames en heren. Laat je me horen voor Michael, Guy, Tackle, Teun en Simon. Ja, jongens, allebei gefeliciteerd met de mooie overwinning. Bij de dames Sharon en Michael, bij de heren. Er zat bij jullie ongeveer zeker 2,5 minuut tussen. Allebei tevreden over de tijd. Even bij de heren beginnen. Normaal beginnen we met de dames, maar hij was het eerst over de finish. Ja, dankjewel. Ja, ik ben heel tevreden met de tijd. Ja. Ja. En de wedstrijd zelf, ben je daar ook tevreden over? Over hoe je de wedstrijd gelopen hebt? Ja, ik heb wel maar goed gelopen. Ja, en een mooie tijd ook. Sharon, ook tevreden over de tijd wat je gelopen hebt? Ja, ik was wel tevreden. Ik had zelfs dus als ik onder de 18,5 loop, dan ben ik voor nu tevreden. Hoe gaat dat bij jullie? Is dat gewoon je eigen wedstrijd lopen of toch zeggen van ja, die eerste plaats moet en zal ik hebben? Ja, je gaat natuurlijk wel altijd voor de eerste plaats. Zeker als je vorig jaar ook gewonnen hebt. Ja. Maar ja, het bleek al snel dat ik niet veel concurrentie van achteruit had. Ja, dan zoek ik me de concurrentie gewoon tussen de heren op. En de concurrentie bij de heren, ja, dat was natuurlijk ver weg, ruim 2,5 minuut. Ja, zeg maar. Ja, ja, het was mooi. Ja. Nou, allebei gefeliciteerd met de 37e Sylvesterloop en daar de overwinning in. Dat is natuurlijk allemaal voor de mooie bosbloemen wat jullie gekregen hebben. Een mooie medaille en natuurlijk de eeuwige roem. Hè? Ja, dankjewel. Ja,